Baal je dat je grijs wordt? Het is de man met de fluwelen techniek. Een overzicht van heb ik jou daar. Een schot waar mensen gewoon bang van worden. Ze zouden bij wedstrijden bordjes moeten ophangen. Kijken op eigen risico. Deze man is niet alleen technisch, maar ook nog vlot. Iedereen moet vrezen voor zijn keiharde schot. Naast een gruwelijke speler ook een leuke vent, staat hij bekend om zijn dodelijke backhand. Mooi. Hij kan dingen die niemand anders kan. Deze baas is Robert Kemperman. Mooi. Mooi, mooi. Want jij hebt een vriendin die ook gehockeyd heeft. Ja. Zegt ze ook tegen jou als je slecht gespeeld hebt? Dan probeert ze het altijd een beetje zo voorzichtig te brengen. maar dan zeg ik ook, ben nou maar gewoon eerlijk. Ze zegt, ja, nou, ik heb je wel eens beter gezien. Wat zij heeft gewonnen, ga ik in mijn hele leven nooit meer bij elkaar schrapen. Zit ze soms wel eens thuis zo die medailles, die Olympische medailles te showen? Nee. Moet ze ook echt niet doen, moet ze ook echt niet doen. Waar is die van jou, schat? Kem, gebruik je veel trucs in de wedstrijd? Ik probeer het eigenlijk altijd zo simpel mogelijk te houden, maar ja, soms kom je situaties dat je wel moet eigenlijk. Iedereen zegt dat jij bent heel technisch en heel creatief, maar dat heeft echt te maken dat ik probeer eigenlijk gewoon zo simpel mogelijk een oplossing te zoeken. En ja, mocht de situatie zo zijn, dan moet je wel. Dan doe ik de trucendoos open. Heb je een favoriete passeerbeweging? Dus ik probeer eigenlijk gewoon de ouderwetse trap. Maar ja, die kan je heel klein doen en heel dicht bij je voeten, maar je kan hem ook breed doen om meer ruimte te creëren. Oké. Wil je het een en ander aan me laten zien? Ja. Hij wil eigenlijk dus dat die tegenstander eerst een stap die kant op maakt. Dus je probeert hem eerst die kant op te krijgen. En dan kan je hier breed. Als het goed is, staat hij dan stil. Ja, en dan kan je afschonden. Heb je de ruimte om te schieten. Oeh. Juist. Oké. Als je dit, want heel veel mensen weten dat ik naar mijn backhand ga. Ja. Dus die positioneren zich vaak ook wel iets meer aan die kant. Ja. Om het die kant op te forceren. Ja. Dus stel je probeert die beweging nog wel te doen. Ga die kant op. Dan kan je altijd nog daar de lucht in. Ja. Oh. Dus misschien die tweede wat langer. En dan kan je daar versnellen. Juist. Dat ja. Moet je natuurlijk ook niet te veel vertellen. Nee, niet te veel vertellen. Je bent landskampioen met Kampong. Ja. EHL gewonnen met Kampong. Ja. Zou je ze allebei inruilen voor Olympisch goud? Oeh. Nee, ik denk het niet. Nu. Nee, ik ben namelijk met Kampong toen 6 jaar geleden wel een soort van weg ingeslagen. En dat heeft 4 jaar geduurd voordat we een prijs gingen winnen. Ja, ik moet zeggen dat die club mij wel heel veel gebracht heeft. Onwijs trots moet zijn op een landstitel, helemaal 2 achter elkaar. Ja. Nou, je hebt zelf ook landskampioen geworden, dus die weet hoe mooi het is. Hoeveel het voor zo'n club kan betekenen. Ja. Ik heb nog een kans en dat is Tokio, hoop ik. Ja. Dus dan gaan we hem daar maar voor over en dan heb ik ze allebei. Jij speelt rechtsmidden, linksmidden, maar ook soms middenmidden. Ja. En je hebt strakke passing en soms zie ik jou lange ballen geven naar de spits. Maar je bent ook soms wel iemand die in de cirkel opduikt om te scoren. Ja. Dus ik ben vooral benieuwd, wat is jouw favoriete plek? Kijk, als speler wil je acties maken, tenminste ik als speler. Je wil gevaarlijk zijn voor je team. Je wil beslissend kunnen zijn. Ja. En dat kan ook met passing. Dus ik vind het beide mooi. Dus ik vind het vet om te scoren. Maar ik kan ook heel veel voldoening uithalen om een mooi assist te geven. En ik vind het wel lekker om een actie naar voren te kunnen maken en dan een beslissende paas te geven. Of hem een keer terug te krijgen en hem zelf af te maken. Kemp, je staat bekend voor een groot deel van je backhand schot. Ja. Hoe heb je backhand schot zo leren schieten? Dus ja, dat is eigenlijk gewoon veel oefenen, maar ook, ja, het klinkt cliché, maar gewoon na een training gewoon nog een paar ballen pakken. En als je de backhand in, bij wijze van spreken, in 3 korte stappen zou uitleggen, hoe zou je dat dan doen? Dat heel belangrijk is dat je de bal in de goede richting duwt.
Heel veel mensen die schieten een backhand waar de bal te veel achter hun ligt, yeah, of te veel voor. Yeah. Waardoor die heel moeilijk eigenlijk te richten is, ook qua hoogte. Ik haal mijn kracht met de backhand puur uit de versnelling met mijn heup en mijn schouders. Yeah. Maar ik probeer eigenlijk echt met mijn hele lichaam een soort van versnelling in die bal te geven. Oké, okay, dus je hoeft niet per se heel sterk te zijn om een harde backhand te slaan? Absoluut niet. Even kijken of je voor los kan maken. Ze was bang dat hij weg zou drijven. Jo. Hey Kemp, hoe lang woon je al in Amsterdam? Dit is mijn 7e jaar. Hoe kwam zo'n ventje uit het oosten in Amsterdam terecht? Ja, toen ik uit Keulen wegging, toen wilde ik eigenlijk wel in een grotere stad gaan wonen. Niet terug naar Nijmegen in ieder geval. Amsterdam trok mij meer. Dus ja, toen was het eigenlijk vrij snel de keuze gemaakt. Pielen of Pasen? Ja, toch wel pielen. Ja, ja, toch? Ja. Goal of assist? Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Omdat ik ook best wel vaak in beide... Nou ja, ik kom meer in de positie van een assist. Dus ik geniet daar ook van. Maar ja, ik heb ook op het EK natuurlijk een belangrijk goal gemaakt voor Oranje. Ja. Ook af en toe met de club. Dat is wel een lekker gevoel, hè? Ja, dat weglopen naar die hoek en iedereen die naar je toe komt rennen is toch wel lekker. Dus dan ga ik toch ik denk wel voor school. Ja. Maar zou je het niet mooi vinden als er een computerspel voor hockey zou komen? Ja, maar dat... Volgens mij heb ik al een paar keer zo'n soort animatie voorbij zien komen, yeah, met Payat op de voorkant. En, yeah. Ja, dat is natuurlijk wel waar je van droomt. Dat toch? Zou mooi zijn, dat toch? Dat je jezelf kan besturen op een PlayStation. Ja. Want hoe mooi zou het zijn als je dus in een computerspel Robert Kemperman zou kunnen kiezen? Ja, dit is wel vet. Dus ja. Spelen kan kiezen. Want dit is jouw kaart. Dit is mijn kaart. Die moet nog ingevuld worden. En wat gaan we nu doen? Dat gaan we nu doen. Pace, snelheid. Ben je snel? Ik ben niet de snelste. Maar ik denk dat ik mijn snelheid wel goed weet te gebruiken. Ik zeg gewoon lekker 74 of zo, kan dat? 74. Schieten? Schieten ga ik wel lekker, hoor. Ja, dit is wel... Dan gaan we richting 91. Passing? Ja, ook wel lekker. Heb je een goede paas? Ja, ik heb wel lekker passie. Dat doe ik wel 89. Dribbel? Wel een goede dribbel. Ik heb wel een lekker dribbeltje, maar... Is je dribbel beter dan je schot? Nee. Dan je paas? Nee, denk ik ook niet. Ik denk dat ik 85 doe. Verdedigend? Lekker spelertje zo mee. Hoe ben je verdedigend? Ik denk dat dat mijn minste kant is. Ben je een beetje een schaver, of niet? Ja, maar ik heb die 2 jaar in Keulen gespeeld natuurlijk. Okay. Daar heb ik gewoon mandekking gespeeld, hè. Okay. Dus daar heb ik wel leren schaven. Dus ik ben wel van een onvoldoende, ben ik wel naar een voldoende gegaan. Laat ik daar lekker een... ik ben verdediger wel zwak, hoor. Daar kan je me wel gewoon lekker op pakken. 68-je. 68? Oké. Okay. En dan? Fysiek? Ligt na de zomer, voor de zomer. Maar goede longen? Ja, ik heb goede longen. Goede longen. Goede longen. Dus je kan lopen?
Maar laat ik dus een... Dus fysiek? Ik ben wel lekker. Gewoon een 80-je. Oké. Okay. Bij elkaar opgeteld is dat gemiddeld. Is dat 81. 80. Tevreden? Ja. Misschien had defense nog wat omhoog kunt. Defense kan omhoog. Je bent bescheiden over je defense. Defense, hè? Misschien wel. Ja? Maar dat is ook prima. Je moet toch een beetje bescheiden zijn. Ja, maar ik vind het wel een mooi spelletje. Hieronder hebben ze bij die kaart hebben ze altijd iets wat de speler kenmerkt. En die ga ik invullen. Mooi. En ik ga bij jou, als ik jou zo inschat, als middenvelder, creatieve man, ga ik jou hier invullen als de artiest. Mooi. Dus, dames en heren, komt er ooit een videospel van hockey? Kan je Cam kiezen? Ja. Lekker spelletje. Ik heb je vandaag uitgenodigd, maar ook niet voor niks. We gaan ook even challengen, want ik ga je natuurlijk wel uitdagen, dat snap je. Wat we gaan doen is, net als in een computerspel, moet je naar de volgende level. Ja. En level 1 is het rechterzijplankje. Ja. Level 2 is rechterzijnet. Level 3 is linkerzijplank. Level 4 is linkerzijnet. We gaan natuurlijk niet voor niks spelen. Want van niks komt de zon op. Dus ik heb een challenge. Het is warm vandaag. Het is bloedheet. Het is bloedheet. Verliezer krijgt van de ander emmertje water in de face. In de face. Ga ik zo even regelen. Ja? Ja, met ijsblokjes. Deal? Met ijsblokjes, ja, is goed. Was het hoekie? Ja, ik weet niet. Zat hij of niet? Volgens mij wel. Ja, precies in het hoekie. Mm. Hoppa. Oké, daar komt hij aan. Level 2. Zit je nou in te houden? Hij houdt in, hè? Nou, als kan... Zegt hij. Oh. Mm. Ja, ja. Dat is het zijnetje. Level 3, baby. Wat is het zijnetje? Wat is dit? Is het gewoon kruising? Het ja, tuurlijk is het zijnet. Hij komt hier. Maar oké, dit is ook zijn net, toch? Ik weet niet, dat is de kruising. Oké, ik leg hem er nog wel een keer in. Ja, dit is dus Robert Kemperman, die kan het niet tegen zijn verlies. Dus die gaat nu proberen om vals te spelen. Gaat niet lukken. Fuck. Ik kan wel lekker schieten. Moet ik even wachten tot ik naar level 3 ga? Weet ik niet. Is dat, hoort dat nee, erbij? Nee, ik ga niet wachten. Oh. Oké. Okay. Zijn er. Oh, je moet laag. Nee. Ja, ja. Okay. Level 4, baby. Ik ga niet level 4 voor level 3 doen. Matchpoint, je snapt hem. Ja, ik snap hem. Oeh, bijna, jongens. Oh. Nou, zo wil je niet winnen ook met zo'n pisbal. Oké. Woe! Hij moet zitten, man. Die van mij gaat level 4. Geen gelijkmakende beurt of iets. Geen twee punten verschil. Zijn netjes. Deze moet zitten. Zijn netjes douchen. Come on, baby. Oh, mijn god. Gênant. Ga die emmer vullen. Ah! Fuckzooi! Gelijkmakende beurt. Niks gelijkmakende beurt. Even oefenen hoor. Even oefenen. Emmertje. In de face. Dankjewel. Baal je of niet? Ja, ik baal wel. Ja? Kemp, we gaan wat weggeven. Wat heb je bij je? Ik heb wat moois meegenomen. Dit is namelijk de stick waar ik Europees kampioen mee ben geworden. Oké. In Amsterdam. Maar niet zomaar stick. Hier heb ik ook de goal gemaakt mee in de finale. Oké. Okay. Dus... Wil je deze stick winnen? Dat kan. Zorg dat je geabonneerd bent op dit kanaal. Like deze video en laat in een comment achter waarom jij deze stick, deze verse stick met handtekening van Robert Kemperman moet winnen. Mooi. Top. Ja, dames en heren, daar zijn we dan aangekomen bij het emmertje. In het gezicht, oftewel bucket in the face. Ik ga ontzettend genieten van dit moment.
boot. En ik heb een boot, ja. Hoe lekker is dat? Ja, dit is wel echt, ik zeg altijd, een soort woonkamer op het water. Want je zit gewoon altijd met vrienden, gezellig. Ja. En eigenlijk zie je pas hoe mooi Amsterdam is als je op het water zit. Is Amsterdam nu zeg maar echt jouw stad geworden? Nou wel, een klein beetje denk ik, ja. Ik woonde net buiten het centrum van Nijmegen, dus ik had sowieso niet echt superveel met de stad. Dus ik moet zeggen dat ik me nu meer Amsterdammer voel dan dat ik echt nog terug wil naar Nijmegen. Hoe vaak maak je er gebruik van? Ja, veel. Het is ook vaak als, Sofie die werkt gewoon natuurlijk, dus ga je gewoon na het werk van zo, ga je naar de appie, haal je wat lekkere borrelhapjes en ja, vaar je zo tot een uurtje of 11 uur, 11:30 vaar je nog door de gracht heen. En dan is Amsterdam nog mooier met alle lichtjes. Dus dat is zwaar ontspannen. Als jij niet zou hockeyen, wat denk je dat je dan... wat zou je willen zijn als je geen hockeyer was? Ik vind muziek lekker. Ik heb vaak altijd muziek opstaan ook. Echt heel random muziek ook hoor. Maar plus... DJ misschien wel? Ja, denk ik wel lekker DJ'tje zou zijn. Dat is een lekker DJ-naam. Wat zou je DJ-naam zijn? Campalicious. DJ Campalicious. Nee. Oh. Kan je niet even wat draaien? Dit is lekker, man. Camp, bedankt voor vandaag. Ik vond het ontzettend leuk. Ik vond het heel gaaf om te zien hoe je woont en op het veld je beter te leren kennen. Dus, en het laatste woord is aan jou. Ja, thanks. Ik vond het gezellig. Gezellig dagje. Mooie battles, helaas verloren. Maar ja, ik moet zeggen dat ik toch wel weer mooi vind dat je bij mij in team zit, bij Oranje dan. En dat we samen een mooie weg gaan bewandelen richting dat WK. En ik hoop erg van je te gaan genieten, wat ik zeker ga doen. En bedankt voor vandaag, vriend. Mooi. Thanks, man. Ga je zien. Zeker.